Dag iedereen en welkom bij deze eerste sessie. Bij dit circuit hebben wij twee identieke weerstanden in serie. Wat u hier ziet is een circuit met een bron van 12 volt. En dan hebben wij twee weerstanden in serie, twee identieke weerstanden met elk een waarde van 1 kiloohm. Nu, hoe gaan we hier aan beginnen? Om ook de stroom door ons circuit te kunnen berekenen en onze spanningsval over de verschillende weerstanden, zullen wij eerst de vervangingsweerstand moeten bepalen. Twee weerstanden in serie, dus vervangingsweerstand, RV, zullen we bepalen door de som te nemen van deze twee weerstanden. Dus indien dat wij hier R1 gelijk aan 1000 ohm optellen, met R2 ook van 1000 ohm, krijgen we dus een vervangingsweerstand van 2 kiloohm. Dus op dit moment hebben wij dit circuit, dit hebben wij vereenvoudigd tot een circuit met één bron en één weerstand, de vervangingsweerstand, RV, met dus de waarde van 2 kiloohm. Dus in dit geval hebben we hier al twee van de drie waarden bepaald van de wet van Ohm. Hebben we de spanning, hebben we de weerstand. Wat moeten we dan nog bepalen? De stroom en de stroomrichting in ons circuit. De bron hebben we hier de pluskant, hier de minkant. Dus de stroom zal vloeien in de richting van de pijl die ik hier getekend heb. Hoe kunnen we nu de stroom... sterkte gaan bepalen in dit circuit? Gewoon de wet van Ohm toepassen. U is I maal R. Spanning is stroom maal weerstand. Maar om de stroom te bepalen, zullen we eerst deze vergelijking moeten gaan omzetten. Zodat we hier stroom kunnen zetten. En dat zal dan resulteren in I is gelijk aan U deel door R. In dit geval hoeven we dat nog maar in te vullen. Die U, dat is de spanning V1, dus 12 volt. En dat moeten we delen door een bepaalde weerstand, in dit geval onze vervangingsweerstand, RV, die gelijk is aan 2000 ohm. Als we dat dan verder uitrekenen, dan krijgen wij 12, dus 6 milliampère, of 0,006 ampère, maar uiteindelijk verkiezen wij toch om dat te schrijven als 6 milliampère. En moet je in je achterhoofd houden dat die milli, dat wil eigenlijk zeggen dat jij drie getallen achter de komma zit, indien dat jij dat in ampère zou willen uitdrukken. Dus geweldig, in dit geval hebben wij dus van dit circuit de stroom bepaald. We hebben de vervangingsweerstand bepaald en we wisten al de spanning. Wat we dus moeten bepalen is als we terug naar dit circuit gaan. In dit circuit hebben we daar twee weerstanden en we weten dat elk van die weerstanden een bepaalde spanning zal opeten. Er zal een bepaalde spanningsval over die weerstanden ontstaan. Hoe gaan we nu die spanningsval gaan bepalen? Ja, wat weten wij? We hebben net de stroom bepaald die dat door die twee weerstanden gaat. Want bij serie weerstanden zal door elke weerstand dezelfde stroom gaan. Dus de stroom door R1 is gelijk aan onder 6 milliampère en die door R2 is ook gelijk aan 6 milliampère. Dus voor onze spanning te bepalen, spanning, weer met wet van Ohm, is gelijk aan de stroom, die dat we weten, die 6 milliampère, maal de weerstand. Dus in het geval dat wij spreken over R1, dan zal de spanning over R1 gelijk zijn aan de stroom maal weerstand R1. Is dus gelijk aan 0,006 milliampère maal 1000 ohm. En dat komt neer op een 6 volt.
Nu, we spreken over identieke weerstanden in serie. We weten dat door elke weerstand evenveel stroom gaat en we weten ook dat elke weerstand dezelfde weerstandswaarde heeft. Dus indien dat wij de spanning zouden berekenen over R2, wat ook gelijk is aan stroom maal weerstand, dan zullen wij in dit geval ook een waarde krijgen van 6 volt. Indien dat we dus twee identieke weerstanden hebben in serie, dan zal de bronspanning of de spanning over die twee weerstanden evenredig verdeeld worden over de twee weerstanden. Spanningsval over de weerstanden is bijgevolg dus gelijk.